Niet iedereen ziet Bibi Breiman als slachtoffer. Nu blijkt dat haar geliefde Waylon vreemd is gegaan. De zanger heeft haar keihard bedrogen terwijl ze hoogzwanger op de bank zat. Verwerpelijk, vinden veel mensen. Maar psycholoog Jeffrey Wijnberg begrijpt het wel. Hij stelt in de Telegraaf dat Waylon waarschijnlijk gewoon niet genoeg aandacht kreeg. Jeffrey denkt dat Waylon is verwaarloosd door Bibi. De essentie van vreemdgaan tijdens de zwangerschap is dat de man zich verwaarloosd voelt, omdat hij in één klap op de tweede plaats komt. Het is allemaal heel rationeel, legt hij uit. Het gevoel dat de man kan krijgen is juist, ik krijg een tekort aan aandacht en dat tekort ga ik compenseren door vreemd te gaan. Eigenlijk moest Waylon dus wel. Als de moeder al een moederlijk type is, ligt de aandacht volledig op de zwangerschap en de geboorte van het kind. Waarschijnlijk heeft Bibi hem tijdens haar zwangerschap ook, te pas en te onpas, ingezet voor allerlei klusjes, zoals boodschappen doen, aldus de psycholoog. Dat alle aandacht in de richting van het kind gaat is in sommige gevallen voor mannen bijna traumatisch. Go, Waylon moest naar de Albert Heijn, verschrikkelijk allemaal. Mannen denken, ik tel niet meer mee en krijg alleen maar opdrachten. Ik haal de boodschappen, maar ga ook flirten met de cashier. Bibi moet ook eens naar zichzelf kijken, aldus Jeffrey. Voor de man zijn gevoel gaat de vrouw ook vreemd. Niet met de man natuurlijk, maar met het kind. Thank you.